Ik heb net gereden. Of deze knappert. Ja. Okay. Doe met je handen om naar beneden te gaan of zo. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik sta hier bij Stevie, deze knappert. En wij hebben zometeen les. Het is vandaag zondag. Dat is onze lesdag. Eigenlijk elke week om 4 uur. En Stevie is even lekker worteltjes aan het eten. Maar ons doel is vandaag om een stuk te draven. En dat gaat sowieso lukken, dat weet ik zeker. Vandaag niet. Oh, it drives me mad. You're the best I never had. But I always had you through the night. Did I go too far? If I did, then I was wrong. Should have known this happens every time. When I thought we were just warming up, you were turning so cold. En hij vindt zichzelf heel erg knap, hè? We hebben ook echt best wel een stukje gedraafd. En het zadel wordt steeds... het zadel wordt ook steeds smaller. Nou ja, breder voor zijn rug. Want, ja... Hij valt een beetje af of zo. Dus we gaan even een nieuwe boom passen. Dan gaan we lekker afzaten. Ja, jongen. Ja, een beetje schattig. Ik krijg geen snoepjes nu voor jou, jongen. Zo, Stevie staat er weer lekker op stal. Hier. En ik heb hem even zijn bietenpulpje gegeven. Even kijken. Ja, hij is lekker aan het eten nu. En ik ben echt heel erg blij met hoe het net ging. Hij was echt super, 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 super braaf. En ik ga ondertussen heel eventjes zijn waterbakje vullen. Hey, liefje. Je mag geconcentreerd eten.
kijken. Zo, dit blijft hangen. Zo. Ja, ga ik je water doen. Ik snap het. Zo. Ik ga eventjes zijn waterbakje vullen ondertussen. Maar ik ben echt zo blij met hoe hij het vandaag deed. Want, ja, ik weet niet. Ik heb dus gewoon weer voor het eerst in tijden, zeg maar, echt een flink stuk met hem gedraafd. En ja, knappie. Ik ben echt heel erg trots op hem. Mijn water is nu aan het lopen, dus we gaan weer eventjes terug naar Stevie. Maar ja, ik weet niet, ik voelde me ook best wel zeker over alles. Ik was helemaal niet zo heel, ja, ik zit wel een beetje gespannen. Ik zit een beetje naar voren, een beetje met mijn handen laag. En dat weet ik ook allemaal en dat doe ik normaal gesproken zeg maar niet. Maar als ik gewoon gespannen raak en een beetje, ja, het is toch wel een grote stap die ik zette. Wordt het gewoon een beetje soort van spannend en dan ja, dan neem ik even die houding aan. Maar dat wordt uiteindelijk ook gewoon weer minder. En ik ben wel heel erg blij hiermee. Ja, heel blij. En hij deed het ook echt super goed. En hij is sowieso de laatste tijd echt super enthousiast. Ik zal wel hier even in beeld een stukje zetten over het vrijheidsdressuurcirkel dat ik met hem aan het oefenen ben. En hij had er altijd een beetje een soort van moeite mee. Van ja, moet ik nou bij je blijven? Moet ik weg van je? Ik snap er niks van. Maar, en dan zeker in draf. Dat is natuurlijk wel wat moeilijker. Maar nu snapt hij dat. En hij werd zo enthousiast inderdaad dat hij echt overal mee ging draven. En ja, ik weet niet. Hij is echt een beetje zijn hele mindsetting aan het veranderen. Dus ik ben echt super trots op hem. En ja, dit is echt zo'n moment dat ik denk, ja, we zijn nu er echt lekker op weg. En natuurlijk heb je altijd een beetje ups en downs. Maar ja, nu, ik merk dat hij ook gelukkig en blij met alles is, vind ik het helemaal leuk. Dus ja, en ik heb gewoon mijn, ja, zeg maar hoe laag mijn staart zat, heb ik mijn haar gehouden. Want ik had er geen zin in om het opnieuw te doen, want het is een beetje koud. En ik had mijn handschoenen aan en ik dacht, laat maar zitten. En ik heb net ook eventjes lekker noedels gegeten en chocolaatjes gegeten met jullie. En ik moet zo meteen al deze zooi op gaan ruimen. Kijk, hier ligt troep, daar ligt troep, daar ligt mijn zadel. En ik moet mijn hele stal uit gaan mesten. En ik moet ook nog eventjes Stevie lekker een poetsbeurt geven en een beetje masseren. Dat vind ik altijd fijn om te doen. En ik denk dat ondertussen, ja, mijn water is al klaar. Oeps. Dus nu ga ik even de waterbak doen, want die is aan het overlopen. En dan ja, denk ik dat ik ook hierbij de vlog ga afsluiten. Dat het gewoon eventjes een korte vlog was over hoe het rijden ging. Ik denk dat ik sowieso de rijvideo's eventjes wat korter zal houden. Want omdat er nog niet zo super veel in gebeurt, dan vertel ik gewoon even hoe het ging. De beelden erbij en dan en zo. Dus dat lijkt me wel een goed idee. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En als het je leuk lijkt om mijn video's te blijven volgen, zeker even hieronder in abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!